Ja, de vaste volgers van mij, die weten het nog wel. Jarenlang heb ik iets gezegd over die Mallorca-zaak. Weet je wel, met die kopschoppers. Die hebben toen Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, die hebben ze toen doodgeschopt. En het irriteerde me dat het van die jongetjes waren, van rijke lui en uit Hilversum, uit Gooi. En die hebben zich toen allemaal lopen verstoppen voor justitie. En namen snel wat grote advocaten in de arm. Enzovoort, enzovoort. Om het maar te ontwijken en te ontduiken. Hun straf. En eigenlijk is dat nog zo. Ja, wat zijn nu in hoger beroep dan daar. En ik las vandaag in de krant dan, ja, hoe die ouders en die vriendin, ja, geëmotioneerd vertelde dat hun leven helemaal eigenlijk naar de knoppen is. En eigenlijk zie je nu gebeuren wat ik constant al die jaren heb gezegd over deze zaak. Dat die jongens die dreigen ermee weg te komen. Het Openbaar Ministerie heeft ze in het begin iets te lang niet opgepakt. Dat was een fout. Ja, en daardoor konden die jongens, die konden lekker met elkaar afspreken wat ze gingen zeggen en niet gingen zeggen. En dat ook nog eens gesteund met allemaal hele, hele, hele duurbetaalde advocaten. Ja, en dan kom je aan eind. Die jongens die vertellen dus niks. Niemand zegt wat. Nee, koppen dicht, alle verdachten. Ja, hebben niks gezien. Hebben die Carlo nooit gezien. Hebben Carlo nooit aangeraakt. Jongens bijna 2 meter. Nee, die hebben ze niet gezien. En ze weten ook helemaal niks meer van die avond af. Want die hebben ook allemaal last van hun geheugen. Ja. Niemand wat gezien. Niemand wat gehoord. Nooit die Carlo aangeraakt. Nooit en niks. En klaar. En dat is het dan. En ze hebben ook verder geen bewijs. Er is geen film. En getuigen die spreken elkaar allemaal een beetje tegen. En daar zijn we dan. Ja. Terwijl het dus zeker is, volgens justitie, dat er een paar van die jongens, die hebben hem doodgeschopt. Punt. Klaar. En nu dan? Ja. Die ouders worden daar gek van. Die weten niet wie de daders zijn. Want niemand doet zijn mond open. En dat is het dan. Dan is er eigenlijk maar 1 oplossing. Ja, en ik hoop dat die rechters daar in Leeuwarden, die dat beroep een uitspraak moeten doen. En hoop ik gewoon dat die rechters gewoon zullen zeggen wat eigenlijk het meest rechtvaardig is. Gewoon allemaal, de hele groep. Maakt niet uit of jullie wel of niet, of jullie allemaal je mond houden, ga je gang. Allemaal dezelfde straf. Ja. En niet te lullig ook. Gewoon een behoorlijke straf. Ik ga niet voor hoeveel jaar, dat weet ik allemaal niet. Maar goed. En dat ze het goed voelen. Ja. Want dat, ja, dat zou het meest rechtvaardig zijn voor de familie van Carlo Heuvelman.